Ik sta op dit moment in de beste trampoline ter wereld. Alleen er mist iets. Dit is een Berg Champion trampoline. En normaliter krijg jij, als jij hem bestelt, je veren en je doek erbij geleverd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het doek en de veren er stiekem ook gewoon bijgekregen. Maar vandaag gaan we die niet gebruiken, want wij gaan zelf een trampoline bouwen. Dit is de trampoline voor team 1 en dit is de trampoline voor team 2. Elk team krijgt 200 euro en 3 uur de tijd om zo goed mogelijk een trampoline te maken. En met die 200 euro hebben wij wat spullen die ze kunnen kopen, zoals veren, duct tape, touw of tie wraps, maar ook mogen ze gewoon naar de winkel gaan. Na de 3 uur gaan we trampolines natuurlijk testen. En welk team het beste trampoline heeft gebouwd, die wint 100 euro plus het budget wat over is van beide teams. En deze 4 jongens, plus mijzelf, gaan over 2 teams verdeeld worden. Laten we steen, papier, schaar doen. Mochten de 2 of 3 hetzelfde hebben, is dat 1 team. Steen, papier, schaar. Nou! Lekker los. En een van de 2 trampolines die we vandaag gaan gebruiken, ga ik weggeven aan jullie. Dus laat in de comments weten, ik wil een bergtrampoline. En als jij een comment plaatst, dan maak jij kans om deze trampoline te winnen. We hebben 3 uur de tijd. Wie na 3 uur de beste trampoline heeft, die wint. En de tijd gaat nu in. Nee, wij gaan hier. Zij mogen naar die andere kant. Doei. Ik heb al een goed plan. Ja, mijn plan? Nee, we gaan niks kopen. Oké, niks kopen. We hebben niks nodig. Waarvan gaan we het maken? Dus we moeten even verzinnen, waardoor gaan we veren? Dus wat gaan we gebruiken als veren en wat gaan we gebruiken als doek? Ik heb dus een winkel die ons gratis de zeil en de veren kan geven. En we hebben 3 uur. En ik denk dat we best wel in die 3 uur daarheen kunnen rijden en terug. Ja, jij wil naar Berg. Ja, ik wil gewoon naar Berg. Koude, dat is een Ede, ouwe. We zijn een hoge vliet. Maar waar zou je dit kunnen kopen überhaupt? Ja, overal. Of met tape. En ik denk dat als we dan veren pakken, een touw zeg maar spannen door die veren heen. En hem daar dat plastic folie tussen doen, dat zeg maar de way to go is. Mijn idee is makkelijk, maar het is wel 1 uur en 20 minuten rijden. Dus je gaat het misschien net niet halen. We kunnen dit niet gokken, want dan zijn we hier niet en dan verliezen we dus sowieso. Dus helaas, jammer verder. Laten we in ieder geval, het is nu 1 uur, hè? Dus we zijn hier 2 minuten bezig. Laten we in ieder geval tot 1:15 nemen om hier goed over na te denken. Hier ga je 100 punten doorheen. 100 punten. Ja. Ik heb een goed idee, boys. Ja! Oké, okay, nee, laten we naar de bouwmarkt gaan. We gaan naar de bouwmarkt. Oh. We gaan naar de bouwmarkt gaan kijken of we plastic folie kunnen vinden. Wat? Ik moest. Ik denk dat als we een touw en veren erbij doen, dat we echt een mokergoede trampoline hebben. Dat we dubbels kunnen vinden. Maar we moeten nu eerst iets vinden waarmee we het doek gaan maken. Kijk, we zitten nu te denken aan een bouwmarkt. Hè? Ja. Maar moeten we niet denken aan een sportwinkel? Zoals bijvoorbeeld Decathlon. Elastische resistance dingen. Bands. Ja. Top. Maar hoe duur zijn die? Ik kan nu doen. Nee, ja, duur denk ik. Maar ze zijn 10 per stuk. Let's go, Decathlon. Ja, mag alleen. Ik wil het snel. Ik ben ervan overtuigd dat we veren moeten gebruiken. Meestal van overtuigd dat we geen veren moeten gebruiken. Nee, nou, niet als we dat van dat plastic wrap gebruiken. Jawel, nee. Redouan, jij bent de doorslissende factor. Doorslissende factor. Dit moet je een beetje zo vragen. Ik zal je uitleggen waarom je het niet moet gebruiken. Ja? Je pakt veren, dan pak je touw. Ja. Dan zit het op touw. Touw is niet heel stevig. Terwijl als je het op die frames vastmaakt, bro, touw is touwloos stevig. Touw rekt niet. Nee, maar met die veren wel. Die veren die gaan dan naar beneden omdat de touw er zo omheen zit en dan... Dat gaat niet goed. Sowieso al het geld uitgeven. Ja? Nou, 100%. 100 batras. Want we willen gewoon winnen. Daarom. Zeg maar, we hebben wel minder geld over aan het einde, hè? Dat weet je. We moeten verzinnen waarmee we de ring maken waar ons veersysteem aangaat. En daartussenin kunnen we alles doen wat we willen. Want anders scheurt hij, ja. Dus dat is denk ik belangrijk. Dan gaan we nu naar de gamma. En dan zien we het wel. Ja. Top. Wereld van de bouwmarkt. Ik zie nog geen concurrentenauto hier. Wil je heel je gezicht openhalen? Nee, maar gast, serieus? Doe eens even springen. Dit gaat sowieso, dit heeft geen rekking. Alleen... Zo dom is het nog niet, toch? Nee, serieus. Heel dom idee. We moeten zelf vinden. Van dat plakspul, waar valt dat onder? Stel, we kopen een kleed. Wat dezelfde ronde is, maken we er gaatjes in, haken we daar de veren in, gebruiken we gewoon een kleed als doek. Hier, dit bedoel je. Ja, dat je. Rekfolie. Rekfolie. Ik ga vragen. Dit zou het moeten zijn. Kijk, dit Had ik online gezien. Ja. Dit is wel dunner spul dan wat we hebben gebruikt voor. Want kijk, dit. Zo echt. Maar dit kan wel. We moeten gewoon heel veel lager doen, denk ik. Maar zullen we deze gewoon poelen? Ja, dit kost 20, deze kostte 5 of zo. We zitten pas op 25 euro. Stel, pakken dan nog de veren erbij, zitten op 175. Nee, dat komt niet. 125 euro, hebben we nog 75 euro over. Dan kunnen we beter 2 voor de zekerheid. Ja, neem maar nog maar gewoon mee. 300 meter. 600 meter. Hey, bro, stel we hebben over, binden we gewoon het andere team vast dat ze niet meer verder kunnen bouwen. Nou ja, goeie. Let's go. 38 euro en 77 cent verder. We gaan zo voor 100 euro dus de veren kopen, want ik denk eerlijk gezegd dat dit niet goed genoeg gaat zijn voor alleen de veren. Touw hebben, ja dat was het eigenlijk, dus dan zijn we met 125 euro gewoon helemaal klaar.
ga je hier een veer in krijgen? Ja, niet. Nee. Of je hebt van die machines die oogjes prikken. Kan je dat hier kopen? Ja, als we er gaatjes in kunnen maken, 4 gaatjes, dan hebben we kunstgras trampoline. Dat is vet. En je kan winnen door zoveel mogelijk punten te hebben. En voor elke 10 euro die je niet uitgeeft, krijg je 1 punt. Voor de hoeveelheid mensen die op jouw trampoline kunnen staan, krijg je 1 punt. En de hoeveelheid verschillende salto's die je op jouw trampoline kan doen, krijg je ook 1 punt. Alles bij elkaar opgeteld is jouw hoeveelheid punten. Die met de meeste punten, die wint. Laatste ingrediënt wat wij nodig hebben om ons trampoline te bouwen zijn... Wacht! 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 Ik wil er nog even over hebben. Waarom? Vind jij dat we het moeten doen? Je zet veren erin, ja? Daar maak je touw omheen. We hebben dat trouwens daar. Touw eromheen. Dan hangt dat los. Dat maak je wel strak nee, waarom? Met dat. Nee, waarom? Je trekt toch dat zo dat strak? Dat maak je wel nog? Strak met dat doek. Maar dat gaat nog steeds volledig hangen op de kracht van de veren. Waardoor je niet de volledige bounce kan gebruiken. Nee, we hebben 2 rollen. We kunnen het eerst zonder proberen. En als het niet goed genoeg is, dan halen we... Je wilt het eerst proberen. Ja. Oké, is goed. Ja, doen we dat. Even kijken hoor. We moeten even zo omheen. Ja, ja gewoon een paar keer. Moet je nu het een beetje vasthouden? Nee. Ga ondertussen even basketballen. Hey, ik moet heel eerlijk zeggen, die 300 meter gaat er denk ik heel snel vanaf. Ik denk echt dat dit wel gaat lukken. Het enige ding is, in het midden is het echt mokerdik. Want daar gaan alle lagen nu langs en op de zijkant niet. Waar eigenlijk de zijkant hetgeen is wat de kracht moet dragen. Ja, lekker man. Teamwork. We gaan hier echt mee de grond raken hoor. Als we veren ertussen doen, raken we helemaal de grond. Bij ons gaat het heel lekker. Ik ben wel benieuwd hoe het bij het andere team eraan toe gaat. Want ik heb ze hier nog niet gezien. En zelf. Ja, zeker. Kan je goed, die knopen vinden we online. Gast, ik ken hoe groot. Fisherman shit. Jij kan knopen, dus okay. We hebben daar verder niks voor nodig. Het doek. Dekkleed. Oh ja. Ja. Ik denk dat dit wel de tactiek is. Wat nou als we de trampoline op de zijkant zetten? Dan kan je er gewoon doorheen lopen de hele tijd. Dat is echt tante slim. Wij zijn nog niet eens begonnen. Nee. Maar misschien hebben ze wel echt een kapot goed idee. Je weet het niet, hè? Straks moeten we hem weer even draaien, dat hij weer... Zo kan. Ik ben alleen bang dat de hoeveelheid salto's ons wel gaat killen. Maar ja, dat we daar weinig op kunnen, maar dat we hebben heel veel geld over. Hè? Oh ja, daar krijgen we moker veel punten voor. Ja, daarom. We hebben heel veel geld over. Dat eigenlijk moeten we die laatste... Oh kut, nee, ik dacht nog één terugbrengen. Oh! Oeh, dat is bij... Ik ben echt plat, hè. Als dat... ja. Nee, dan moet het gewoon liggen. Gewoon liggen, ja. Nee! Houd het vast! Hou hem ook vast. Ja. Ja, alsjeblieft, super. Dankjewel. Hetzelfde. Het is wel heel duur, eigenlijk. Ja, het is geen... Wat was het? 200 euro. Ja, je moet er ook. Hoe duur was het? Nee, het was 109 euro. Wat, hè? Hoe kan dat nou? Ja, ik denk misschien iets dubbel. Kijk even hoe het klopt. Natuurlijk klopt het. Eén schaar, schaar gamma, 39 euro. Dat klopt toch niet? Ja. De laatste van deze rol. Hij is op, maar bro, we hebben... Klein beetje, ik denk een derde van die andere rol gebruikt. Gaat echt oprecht, de goede kant op. Ik ben dus alleen heel benieuwd hoe goed het springen zo meteen gaat. Want ik denk eerlijk nog steeds dat we veren nodig hadden gehad. Maar dat gaan we nu niet meer kunnen doen. De laatste, hij is op. Dit is zover we kunnen komen. Zo, Superman jij. Oh, re... Voelt het stevig? Oh, het lijkt wel te veren, ouwe. Je vindt het spannend, hè? Ja, daar in het midden is echt perfect. Dit voelt echt steady. Ja, maar dit moet nog steeds. Maar hier aan de zijkant is vraag gewoon probleem. Je hebt zeg maar bij een trampoline, heb je dat er geleidelijk zeg maar dat je bounce stopt. Hier heb je gewoon echt alsof je de grond raakt. In één keer als je bounce stopt. Ja, oké, stop. Ja, oké, je moet echt wel naar het midden toe rollen, denk ik. We hebben echt meer teken of veel nodig. Let's get ready to build the trampoline. We hebben een hamer, een schaar, een stift, ringetjes. Een rolmaat, elastiek en een dekkleed. En daarmee maken wij een trampolinedoek met veren. Yeah. Alleen dan touw. De auto is daar. Oh ja, dat was ook zo. Oh, easy, Gimma. Ja. Ja. Easy, daar kan ook op. Kan jij een full? Ja. Zou ik proberen? Nee. Want we hebben geen... Laten we eerst meer... Ik denk dat we meer nodig hebben. Ja? Ja. Want op sommige punten is je echt nog wel zwak. Moeten we met z'n drieën proberen. Kijk hoe stevig dat is. Want kijk, als je hier staat, dit is echt mokerstevig. We gaan hier 100 punten. Ja, wow. 100 watras. Oeh, hij zakt er wel verder. Oké, er gaan minimaal 2 mensen bij kunnen. Dat voel je. Onze trampoline staat er dus redelijk oké bij. We weten nog niet zeker of we nog
extra rollen willen kopen om te verbeteren of niet? Want we gaan er wel punten op inleveren. Hoe het andere team ervoor staat, weet ik niet. Maar wil je nou wel zeker weten dat jij de beste trampoline ooit hebt, staat er een link in de beschrijving om deze en nog veel meer bergtrampolines te kunnen kopen. Dan krijg je dat werk dus wel, een goed doek en goede veren erbij. Maar we hebben dat touw, dus we gaan kijken of we iets met de touw kunnen. Ja, want die hebben we nu toch. Want we hebben hem. We hebben nog 1:50 over en ons trampoline is dus al klaar. Nu zijn de andere boys echt 3 minuten geleden bij de andere kant binnengekomen. Oftewel, zij moeten alles nog bouwen. Hier ligt ons trampoline doek. Daar gaan we nu de diameter van opmeten die we nodig hebben voor het frame. Dan zijn dit natuurlijk dadelijk onze veren. Dat zijn de elastiekjes. Dan moeten we het doek perforeren met deze mooie ringetjes. En daar gaan dan de touwtjes doorheen. En die dienen als veren. Let's go! Sterk. Dit is echt niet sterk. Ik heb hem er al uit, man. Ja? En alleen als je nou dubbel doet, dan wordt het wel sterk. Deze kunnen we niet meer gebruiken. Maar wat gaan we hier nou mee doen? Want ik denk dat we hier hem alleen maar slechter mee maken. Kijk of we hem zeg maar eronder langs. Dus van poot naar poot, alleen onder. Oh, dat we hem 1 centimeter of 10 eronder hangen. Dat het als een soort safety net. Voor als die scheurt. En dan moet ik hem 2 keer doen. Eronder langs. Ja, nu erboven langs. Het gaat sowieso wel als safety net werken dat we er niet doorheen zakken, denk ik. Wij gaan zeg maar hun als eerste op de trampoline laten staan. Deze zetten we zo eronder. En dan zeggen we, billen. Hey, maar kijk eens heel even eronder. Stel, ik ga er nu op. Perfect safety net. Ja, wow. Op red. Ja, dat is super, super. Lekker, man. Nee, dit is nog minder sterk, man. Oh, fuck. Dit is nog minder sterk. Ja, we moeten het gewoon proberen, Tim. Oh, tip. Tip. Waar zit hij, hoor? Ja? Ja, joh. Je geeft het weer opnieuw aan. Hier zit ik hier weer alleen. Tim, laat het nou liggen. Nee, hey, ik ga het niet doen. Iets verder, Lars. Je moet naar mij luisteren. Ik sla wel de voet. Nee, ik sla. Gaat helemaal niks doen. Het ziet er nu echt uit om door een ringetje te halen. Sterk. Gedrukt tegen. Ja, dat kan ik wel meer zeggen. Perfect. Ja, je moet wel redelijk springen als je jezelf zo doet. En maar 38 euro uitgeven. Denk jij dat zij meer of minder hebben uitgeven? Wij pakken zo 160 euro. Wij gaan zo met z'n drie gewoon lekker uit eten. Oh, gezellig. Oh, ik zeg het ook heel leuk, maar dit is gewoon allemaal mijn geld ook wat hier naartoe gaat. Dankjewel Berg voor het sponsoren van deze video. Wil jij nou een bergtrampoline? Kan je dat doen via het link hier beneden. En dankjewel voor het betalen van 500 euro aan prijsgeld. We hebben definitief besloten met z'n allen dat wij hier niks meer aan gaan veranderen. Wij gaan even wachten tot de tijd voorbij is en jullie gaan ondertussen even meekijken met het andere team. Alle ringetjes zijn helemaal klaar. Nu gaan we de touwen er doorheen doen en ze dan ophangen en kijken of het anders... Ja, we gaan het niet testen, denk ik. Want nee, dan is het gefokt. Niet. Dus we moeten gewoon ophangen en een beetje met onze hand zo voelen. Zullen we hem tegenovergesteld ophangen en jij daar pakt? Maar wel even consent vragen dan. Oké. Hij hoort ook altijd niks. Hij kijkt, maar hij luistert niet. En nu dan die kant zo. Hé, hey, Tim, jongen. Ah, joh, ik snap het. Jij hebt echt het ruimtelijk inzicht van de adem. Ik heb het misschien niet helemaal goed gedaan. jawel. Dat komt helemaal goed. Eerlijk? Het ziet er best wel lauw uit. Ja, ik denk dat je erop gaat staan. Zie maar. Dit gaat het echt nooit houden. Nee. Nou. Oh, nee. We moeten ze strakker doen, de touwtjes. Dat gaat het verschil maken. We gaan hier niet eens op kunnen staan. Tim. Hey Timo, jij hebt die van hun gezien, hè? Denk je dat hun überhaupt op die van hun kunnen staan? Ik ga nog niks zeggen. Ah, kut, sorry. Kom je met z'n tweeën. Nee, Tim, dat heb toch gelukt? Tim, dat niet, jongen. De biel, helemaal verkloot nu weer. Altijd fok jij het op, Tim. Nooit fok je het niet op. Oh. Durf jij er nu op te rollen zo? De tijd is voorbij, alle tweede teams zijn klaar en wij staan nu bij het andere team hun trampoline om voor het eerst te gaan bekijken. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. 3, 2, 1, kijk maar. Wow! Nice! Hij gaat 100 punten doorschudden. 100.000 punten zeker dat jij erop gaat staan en dat alles door midden scheurt. Hey! Weg! Weg!
Ja. Bro, denk ze hebben wij. Oké, we beginnen met hoeveel geld hebben jullie uitgegeven? 109 euro. 109 euro, dat komt met dit. Ja, we moesten ook hamers kopen, alles. Hè. We moesten die gaatjes, ringetjes doen. Ja, ja, dat is 109 wel een euro. Ingenieus plan. Dus dat betekent dat jullie nog 9 punten krijgen voor het geld wat jullie over hebben. Dat zijn 9 punten. Nou kijk, eigenlijk is zeg maar het eerste ding is hoeveel salto's je erop kan. Maar ik denk dat we beter eerst kunnen testen of er mensen op kunnen staan. Ja, dat nou ja, ik denk dat het tegelijk gaat. Want je zet er één iemand op en die kan geen salto, want die zakt er doorheen, denk ik. Nou, dat gaan we dus nu bekijken. Of dat nou, Tim, wie van jullie gaat de salto doen? Nou, ik ben het lichtst. Ik niet, nee. Tim! We waren echt bang dat zij een ziek goede creatie hadden, maar... Oké, gaan we! Ja! Sorry. Nou, hey! Je bent ook zo heel goed. Hey, die ringetjes ging goed ook. Ja. Ga daar anders nog even oplopen. Nee, ik heb een beetje pijn in mijn longen. Nou, dat zijn 9 punten. Jullie hebben 9 punten voor het geld, 0 voor de aantal salto's en 0 voor de mensen. Ja, ik hou vast, Tim. Hij stond, puntje. Oké, 1 punt van de hoeveelheid mensen. Nou ja, jullie hebben natuurlijk al gezien wat we hebben gebouwd. We hebben natuurlijk sowieso verloren, want we hebben al het geld uitgegeven. En hij is echt niet stevig, die van ons. We kunnen echt niet meer dan 3 mensen op, denk ik. Draai maar om in 3, 2, dat mag ook nu. Ah, ja, dat dacht ik al zoiets. Ja. Kijk, hieronder. En we hebben met een steen. Dat was dus eigenlijk, iemand in ons team zei dat al, die niet bij ons team hoort eigenlijk. Iemand zei, je moet misschien dat doen. We zeiden, nee joh, dat veert niet. Maar hoeveel denken jullie dat we hier aan kwijt zijn geweest? Wij zijn 37 euro en 99 cent kwijt. Ziek. Ja, ik wist ook dat het werkt. Ik heb hier wel eens een hangmat van gemaakt en dit werkt echt goed. Maar waarom heb je het niet gedaan dan? Ja, daar kwam ik gewoon even niet op. Maar wij wilden echt een trampoline maken. Dit veert niet. Kan Werden die van ons beter veert dan die van jullie? Nou, we gaan maar eerst even de salto laten zien. Zou ik eerst doen? Ja, doe jij maar. Wat kan je hier echt salto's op, ja? Nee joh! Zie. Wat? Ja, jawel. Kijk, het is alleen in de middensteen, want hier kan je dus niet staan. We hebben inmiddels 16 punten voor het geld, 5 punten voor de hoeveelheid salto's die we hebben gedaan en nu kunnen we nog punten halen. 4 salto's gedaan, dus we hebben 20 punten inderdaad totaal. Nu kunnen we nog punten krijgen voor de hoeveelheid mensen die we erop kwijt 21. Kunnen. 21. Ga erop. 22. Wat een springen! 22. Kom maar bij Tim, saboteren. Lars, kom. Ik ga hier niet bij hoor. Lars, hey, wij moeten de puntjes. 25. Nou, Sven, kom jij er ook bij? 26. Cameraman, kom erbij. 27! En nu even met z'n allen springen. Nee. Ja, het is Steven. Wacht, doe nog een springen. Even de techniek van onder zien hoe dat werkt. Dat werkt echt ziek goed. Ja, kijk, zelfs hier kan je gewoon lopen. Hier waren we. Dat was perfect. Hey, maar conclusie, voor 37 euro heb je dus gewoon een trampoline. Voor 37 euro heb je een trampoline. Moet je nog wel een trampoline bij Berg kopen om daadwerkelijk zeg maar, het frame te kunnen gebruiken. Maar ik vind het best oké werken. En bij de 10.000 likes gaan we vanaf helemaal niks aan trampoline bouwen. Die vind ik leuk. 10.000 likes gaan we vanaf helemaal niks aan trampoline bouwen. Vond je deze video leuk? Doe duimpje op, subscribe beneden. Dan zie ik bij de volgende video. Doei!